Wat mij heel erg verbaast elke keer in de reactie van het CDA, bijvoorbeeld als het om CETA gaat, dat u zich heel erg focust op alle Europese standaarden die we hier hebben en waaraan natuurlijk ook de producten uit Canada aan moeten voldoen. Maar het gaat niet zozeer om de producten die hier naartoe komen. Het gaat mij, GroenLinks, ook heel nadrukkelijk over de productieprocessen in Canada om tot producten te komen die hier geleverd mogen worden. En ik heb er niks aan als hier een goede biefstuk bij de grens wordt afgeleverd, terwijl de koe jarenlang gekweld is. Dat is waar ik tegen ben. Dat is waar we in Europa al 30 jaar geleden van hebben gezegd, zo'n soort productie willen wij niet. He, daar willen wij vanaf. Al onze Nederlandse boeren moeten daaraan voldoen. Die doen dat ook. Die hebben daar miljoenen in geïnvesteerd om daaraan te voldoen. En vervolgens gaan wij nu voor lelijk geproduceerd vlees uit Canada bijvoorbeeld, of Mercosur, of Thailand, of noem al die andere landen maar op, de deur openzetten om dat te doen. Wat ik een bezwaar vind bij CETA is dat we niet proberen om, of Mercosur en al die andere akkoorden, niet proberen om dat akkoord als een hefboom te gebruiken om voorafgaand aan het afsluiten alvast die normen omhoog te tillen, maar dat we eerst het akkoord afsluiten om vervolgens te zeggen in de loop der tijd hopen we dan dat dat andere land zich gaat conformeren aan onze standaarden. Dus daar zit echt een flaw in de manier waarop wij met handelsakkoorden omgaan. Het gaat niet tegen het handelsakkoord op zich, maar wel over de manier waarop we het nu niet gebruiken.